De MEO-scholen zullen worden geëvalueerd. Directeur beroepsonderwijs op het ministerie van Onderwijs, Robbie Holband, zei eerder deze week dat er gewerkt zal worden aan verbetering van het curriculum. Om dan te kijken van hoe wij het kunnen gaan verbeteren, zodat één de studiebelasting wat beter wordt voor de studenten, of betere balans is voor de studenten, maar ook de doorstroom veel vlotter kan gaan plaatsvinden. En wat de minister zegt, is ook voor ons heel belangrijk dat we die aansluiting met het werkveld ook gaan optimaliseren. Onderwijsminister Henry Ory geeft aan dat de onderwijsvernieuwingen al een hele tijd gaande zijn. Ook bij de MULO-scholen wordt gewerkt aan aanpassingen in het curriculum. Waarbij ook gekeken wordt naar de positie van onze MULO-school in de algemeenheid. Nogmaals, die vernieuwing heeft te trekken op basisonderwijs van een 10-jarige basisschool waar we geïntegreerd hebben 2-jarige kleuter. U weet nog, u bent lage preubel heeft u gedaan en hoge preubel noemen we het leerjaren 1, 2. En we hebben dan 6-jarige hoger onderwijs, zoals we het weten, 1 tot en met 6 zijn geïntegreerd tot leerjaar 8. En de bovenbouw bij ons heeft te maken met het leerjaar 1 en 2 van MULO. Die zit in leerjaar 9 en 10. Zo moet u het even praktisch begrijpen. Daarnaast hebben we dus nu 2 jaar MULO nog resteren, dat zijn dus de leerjaren 11 en 12. Ja? Dus die ouderwetse MULO zoals we dat kennen is niet verloren gegaan, maar die krijgt een nieuw jasje waarbij we goed kijken naar het curriculum en vooral kijken naar de beroepsoriëntatie van kinderen. Ory verduidelijkt dat het te plegen aanpassingen betrekking hebben op de traditionele MULO door een C-richting in het leven te roepen.